ben ik weer. Zoals je ziet, ik heb mijn kleed verslagen, dus kaart en bakkenzaam. Eén bakkenzaam sluiten. Wow. En één kaart. Ik heb nog wel een kaartje. Of de audio doen. Dus. Voilà. Hard noise. Niet een man. Ja, dik hoor. Het is bijna te gaan. Tijd voor volgende spel. Tegen morgen. Finale. Thank you.
Oh joh, 730 gb. Weer uit wel geknald. Gaan we wat simpel hè? Die gaat wel gemakkelijk, zo eigenlijk. Ja, ik weet niet, zo. What you know? Voilà, is weer geboekt. Wij willen dat je echt met de bak. Voilà. Blijf me volgen. Voortgaan gewoon. Pum. Oké, dan wordt het hier makkelijk, denk ik. Hopla, dat was heel makkelijk. Nog maar één keer. En die klootje heeft niks gedaan. Allee, het lukt me niet. Schiet er niet op of verdomme. Jammer gehad. Is het al uit? Daar wordt dus gewonnen. Leg hem maar. Gewonnen. Jepla, dat was een makkelijk finale, hè? Ta 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 ta. Dat was eigenlijk een vrij gemakkelijk gevecht. Eerlijk, iets te makkelijk. Goed zo, Leonidas. Gewonnen! Hoe durf je me te vernederen? Venator, jij imbecil! De team gaat niet door. Wat doe je nou? Geef hem aan mij. Ik gebruik de vlag van de Zilverduif. Wat is dat? Oh nee! Hij is geëvolueerd!
demonstratie. Wat gebeurt er? Hij ging adem, krachten verdwijnen. Dat is pijn, hè? Met deze bol heb ik de arena omringd met hyperspace en de doemdimensie. De doemkrachten stromen binnen! Oh man, dat is niet goed. Draco, kun je niks doen? Het gaat niet. De doemdimensie is fataal voor ons, Bakugan. We nemen ze niet af. Ik kan mijn krachten niet gebruiken. Oh, we moeten hem tegenhouden. Ja, dat kan wel handig zijn, ja. Oké, laden. 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 Opstaan, de Predator. Wil je mijn vrienden naar buiten laten? Wat een verrassing. Nu gaat het alleen nog tussen jou en mij. Ik ben immuun voor de krachten van de doemdimensie, Predator. Vergeet niet, ik ben daar geboren. We zitten in de problemen. Dit veroorzaakt grote spanning tussen onze wereld en de doemdimensie. Als de hyperspace zich in die tempo ongehinderd kan uitbreiden, zal dit volgens mijn analyse uitgroeien tot een gigantische massa met als gevolg totale vernietiging. Dan, we moeten de kracht van iedereen op Leonidas richten. Ik snap het. Leonidas is de enige die geen last heeft van de doemdimensie. We rekenen op je, Leonidas. Gebruik onze kracht en besla hem. Pirates. Geos. Subterra. Aquos. Nesbos. En nu doen we het heel nice, snel door Leonidas. Wel een nice momentje dit. Ja, ja, hey, wat een eer. Met al onze kracht, Predator, maak ik voor altijd een eind aan je boze plannen. Goed dan. Nu zullen we zien wie hier de echte kampioen is. Nee, natuurlijk. Oké, we gaan dus stoppen in de video. Zie jullie volgende keer met de volgende video. Laatste deel mensen van Bakugan Strijdige Strijders.